Een groot verkeersdrama vannacht in Annapolona. Drie tieners uit het dorp komen daar om het leven nadat de auto waar ze in zitten tegen een boom botst. Twee andere inzittenden van 17 en 20 jaar liggen in het ziekenhuis. De verslagenheid en het verdriet is groot. Of je langs kon komen en ik zei dat ik niet kon. Ja. Ik voel me echt heel schuldig. Waarom hoeft toch niet? Dat is niet jouw schuld. Ik zag je vriendin net omhelzen. Ja. Ik vroeg ook aan je van mogen we dat uitzenden en je zegt ja doe maar juist wel. Ja. Waarom? Nou, omdat ik vind dat mensen best wel mogen zien dat heel veel mensen daar verdriet van hebben. En niet alleen de familie, maar ook mensen die hun kennen. Het zijn jongeren die woonachtig zijn in Annapolona. In de buurt van grenzend aan de sportlaan waar het ongeval heeft plaatsgevonden. En dat kan niet anders dat dan een enorme impact heeft. Getuigen hoorden de zware klap van het ongeluk. Drie jongeren worden uit de auto geslingerd. En reanimatie mag niet baten. Ik hoorde net van mijn vader dat er een ongeluk was gebeurd en met een auto. Het eerste wat ik vroeg was welke auto. Het is de auto van de vriendengroep van Mila. Haar verdriet is groot, maar ook de schrik. Want Mila had naar eigen zeggen zelf in de fatale auto kunnen zitten. En toevallig was je er gisteravond niet bij? Ik moest om 9 uur naar huis. Of in ieder geval toen werd ik gebeld door mijn vader om te vragen van joh, kom je naar huis? Dus toen heb ik iedereen gedag gezegd en ben ik naar huis gegaan. De laatste keer dat je ze hebt gezien dan? Ja, zeker. Ja. Ik ben blij dat ik ze nog een knuffel heb gegeven. Er wordt in het dorp veel gespeculeerd over de oorzaak. En de politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Allereerst heb ik begrepen dat bewoners uit de wijk hebben een enorme klap gehoord. En die zijn meteen naar buiten gegaan en troffen daar aan wat ze aantroffen. Nou, meer gewonden denk ik op dat moment. En men heeft ook geprobeerd... Een aantal mensen heeft geprobeerd om de slachtoffer te reanimeren. Hulpdiensten waren snel ter plekke en helaas heeft dat niet voor drie mogen baten. Nou, zoals begrijpelijk, het zijn jongeren die woonachtig zijn in Annapolona. In de buurt van grenzend aan de sportlaan waar het ongeval heeft plaatsgevonden. En dat kan niet anders dat dan een enorme impact heeft. Wat kunt u als burgemeester betekenen voor de nabestaanden? Door er te zijn, te vragen of het op prijs wordt gesteld. En inmiddels heb ik begrepen van de familierechercheur van de politie dat drie gezinnen alle drie het op prijs stellen als ik vanmiddag nog bij hen op bezoek ga. Wat gaat u als gemeente de komende dagen tijd doen om de samenleving te ondersteunen? Dat hangt een beetje af van waar de samenleving ook om vraagt. Initiatieven uit de samenleving zullen positief worden bejegend. Gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen stroomlijnen. Tot op dit moment hebben dat soort berichten ons nog niet bereikt. Maar mijn eerste aandacht gaat uit naar de ouders van de slachtoffers.